allemaal, ik ben echt super herfst-obsessed. Dat is echt een van mijn favoriete seizoenen. En ik weet dat het super vroeg is, omdat het nog maar net eind augustus is. Maar ik ga een fall haul doen. Ik heb mijn cinnamon soy latte. Ik heb mijn rode lippenstift. Ik heb bordeaux kleuren aan. Mijn pompoen om de achtergrond met pompoenkaarsjes. Die pompoenen gaan er misschien net over. En deze is misschien ook een iced coffee, omdat het buiten nu boven de 20 graden is. But still, we gaan een fall haul doen. Een tijdje geleden was ik in Knok en ik had een foto gepost waar ik deze pet op droeg. Dat is eigenlijk ook zo wat, eerder een winterpet, hoedpet/achtig. Maar ik heb die toen gedragen en ik kreeg op Instagram heel veel DM's om te vragen waar die was. En die is dus gewoon van ASOS en die is super cool en ideaal. Dat is echt zo een kapiteinenpet. Ook al zegt iedereen dat ik lijk op een taxi driver, maar dat is zo een kapiteinenpet. Nu heb ik vooral veel van Zara gekocht. Allemaal truien, obviously. Ik heb een heel grote, grijze, dikke kooltrui. Dat is echt zo een oversized, cozy. I love it. En heeft dus een heel, heel dikke kool. Nee. Hoe heet dat? Heeft een heel dik, opgerold stafje aan uw hals. Ik ben echt even gewoon de naam kwijt. En dat is ook super cute om bijvoorbeeld met die hoed te dragen. En die is ook heel lang, dus die komt zo tot net over je broek. En ja, je verdrinkt er zo precies in en is super cozy. Ik ben ook al helemaal in de mood van kerst, ook al weet ik dat er nog heel veel leuke dingen daarvoor komen. Maar ik heb ook al iets rood gekocht in de kleur van Christmas. Dit is ook een trui van de Zara. Het stofje hier is iets dunner, wat eigenlijk perfect is dus voor fall, voor zo het tussenseizoen. En vanachter heeft hij een schattig strikje in wit. Het is eigenlijk een vrij basic trui, maar die stopt wel zo net boven je broek. Die is niet heel lang. En dan heb ik echt de perfecte herfstkleurtrui. Kijk nu. Van dat echt camel, warm, beige. Soort van bruin-ish. Deze is ook zo'n oversized sweater die een leuk detail heeft hier van boven. Want die kraag heeft zo een verschil van textuur. En die is ook vrij dicht tegen je hals. Wat niet op zich minder sexy maakt. Ook al is het wel gewoon zo wat een zaktrui. Want er zit niet veel vorm in. Maar ja, het is heel cute en weer al heel cozy. Bij Zara hadden ze ook deze rokje en dat is super leuk, want hij heeft vooraan ook zo'n klein detail van aan de riet, zo'n klein rondje. En die heeft zo'n leuk materiaal, een soort van, ik denk dat dat fake, ik kan niet op de naam komen. Maar het is zo'n leuk zacht materiaal en dat is eigenlijk een miniskirt. Super leuk om in hoge botten of zo te dragen, ook voor de herfst. En hierop heb ik dan een blouseje gekocht dat ik erbij aan kan doen. En dat is eigenlijk een heel simpel zonder mouwen. En het toffe hieraan is dat hij hier van voor allemaal detail heeft. En dan ook van achter loopt hij eigenlijk door bij de kraag. Uit hetzelfde stofje als die rode rok heb ik een jas gekocht van de Zara. Ze hebben deze ook in meerdere kleuren. Ook in een heel zacht pastelroos en ook in een bruin beige, als ik juist ben. Ik heb deze in de kleur Ice Blue gekocht. Die is echt zoiets tussen wit en tikkeltje blauw. En het coole is dat ik deze, die is vrij lang, maar dat echt, ik vind het heel leuk aan jas als die zo wat langer zijn. En ik maak daar van achter een strikje in, zodat je die van voren gewoon los kan dragen. Zeker nu met de dagen dat het echt nog warm is. Maar als het dan wat kouder is, kan je ook gewoon de strik van achter losmaken en het van voor vastmaken. Het enige lastige is wel dat die super cool detail heeft op zijn mouwen. En dat zijn van die kleine gespjes. Precies een kleine riem, maar die komen heel de tijd los. Dus die moet je echt om het uur of zo iets op checken en terug dicht doen. Ook nog bij Zara heb ik deze sweater gekocht. Het is echt een super cozy en easy. Echt zo'n gewoon een hoodie. Gewoon echt een cap en een simpel. Die stopt net boven een broek. Met lange mouwen, maar die heeft super cool detail. En deze is donkerblauw en heeft dan rode kristallen hierop. En ze hadden die ook in het grijs met lichtroze kristallen en dan in het zwart met gouden, denk ik als ik juist ben. Super cute, super cozy. Ook echt gewoon gemakkelijk om aan te doen en er toch zo nog fancy uit te zien met die kristalletjes die hierop hangen. Dan heb ik van Hollister een t-shirtje. Deze is niet echt super herfsty, maar ik heb het wel in dezelfde dagen gekocht. Dus ik dacht, ik laat het even zien. Dit is een t-shirt die doorzichtig is en daaronder zit een bijpassend zwart topje. Ik ga nog op vakantie.
net voor de herfst begint. Dus ik ben van plan om dat topje hier eigenlijk uit te knippen, want dat zit heel gemakkelijk vast. En dan gewoon het doorzichtige t-shirtje mee te nemen en dat zo aan te doen over een bikini of zo. Maar als je deze samen aan hebt, is dat ook wel heel cool. Dus ik kan het voor z'n allebei gebruiken. Dan heb ik van H&M ook nog een doodgewone sweater. Deze is ook echt gewoon een basic zwarte, donkergrijze. En die is ook vrij dun, dus dat is ook zo perfect voor dat tussenseizoen waar het nog wel warm is, maar ook wil ik niet echt. En deze zit eigenlijk heel elegant. Ik was hier gewoon aan het passen omdat ik basically gewoon zoiets nodig had om thuis in te kunnen chillen. Maar nu ben ik ook aan het denken om die zelfs aan te doen om gewoon mee naar buiten te gaan. Want die geeft, die past heel mooi aan je lichaam. Die stopt vrij net boven je broek. Dus dan is die ook niet super baggy of zo. En die zit gewoon heel comfortabel. Heb ik in H&M ook een trui gekocht. Deze is oftewel een heel afschuwelijk rood. Maar ik denk dat als ik het combineer met de juiste kleur jeans en zo. En niet deze lippenstift, obviously. Dat het ook echt wel super cute kan zijn. Het is een heel tof materiaal. En heel zacht. Ik zal het even zo wat proberen te laten zien. En het leuke hieraan is dat de armen eigenlijk expres, denk ik, een stuk langer gemaakt zijn. Dus aan je armen is het dan zo super baggy. En terwijl het aan je lichaam ook wel iets of wat baggy is. Maar het valt mee, maar het sluit zo bij elkaar aan. En het heeft ook hier van boven is het iets meer tegen je hals. Maar niet zo hard als die bruine bijvoorbeeld. Dus het valt nog wel mee. En dacht gewoon super coole statement kleur. En zeker de dagen richting kerst toe. Perfect om deze aan te doen. Ik zou hier rood combineren met gewoon een lichte jeans. Dat vind ik zelf heel mooi. Of een iets donkerblauwere jeans. En dan gewoon een botje of zo. Heel simpel en casual. Dan heb ik ook nog deze trui gekocht. Die is eigenlijk... Ik weet niet of jullie dat doorhebben. Maar op Instagram kun je foto's uitlichten. Of echt zoals een merk, zoals H&M, kan reclame op Instagram zo laten voorbij komen. En deze trui kwam heel tijd voorbij. En dat is echt gewoon door die reclame dat ik die ben gaan kopen. Op de foto leek het wel een crop top. En in het echt is het eigenlijk een gewone trui. Maar het is heel tof. Het is ook weer gewoon zo'n hoodie sweater. Met van die coole bloemen op beide armen. En dan ook nog eens op de cap zelf. Het is ook weer... deze is nu wel... Die sluit niet zo heel mooi aan in je lichaam. Maar die is ook gewoon cozy. Maar je ziet er toch nog altijd zo wat... Iets of wat put together uit. Als je deze ook gewoon met een badje of zo aandoet. En dan heb je het detail op de trui. Nu dat ik het heel veel over badjes heb. Ik heb er heel mooie gevonden. Het enige wat ik heel het jaar door draag zijn eigenlijk gewoon badjes. Zelfs in de zomer. En dat is eigenlijk... Dat is echt zo mijn favoriete go-to. Daar of een sneakertje. Maar ik heb vorig jaar, ik heb er denk ik zelfs ooit een video van gemaakt, heb ik schoenen bij Sasha gekocht. En dat waren zwarte botten en ik heb die heel het jaar gewoon doorgedragen. En die zien er tot nu toe, die zien er een beetje rough uit. En ik heb ze veel gedragen, maar die zien er nog altijd goede kwaliteit. En die zitten gewoon heel aangenaam. Dus heb ik nu deze gekocht. Deze zijn iets eleganter. Die heeft ook perfect voor als je naar het werk moet of naar een evenement. Dat is zoiets of wat meer classy is of je moet iets... deftiger aankleden. Het coole is dat je hier geen rits hebt, dus je kunt gewoon echt inschuiven. Deze rekt dan wat uit. De punt van voor, dat is nu zo aan het inkomen. Kendall Jenner is onlangs daar ook mee gefotografeerd, dat hij zo'n soort botjes draagt, maar die heeft echt wel zo een heel harde punt. Vond ik er iets wat over gaan. Maar deze schoen is eigenlijk zo het perfecte tussen een punt hebben en geen punt hebben. Probeer het wat te laten zien. Dank voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het niet zo erg vinden dat ik ze vroeger al een herfst shoplog heb geüpload. En als jullie vragen hebben over kleding of zo, liep hem down below. Als je het leuk vond, geef zeker een like. En abonneer op mijn kanaal door op deze bal hier te klikken. Mijn vorige video kan je daar vinden. En ik zie je volgende keer. Mwah!